Een hele goede morgen allemaal. Daar is hij weer. Vandaag gaan we even naar de bouwmaterialenzaak. Even kijken of ik daar wat spulletjes kan vinden om een deur te fixen. Nou, het wordt mijn allereerste projectje. Super klein. Maar goed, maakt niet uit. Het begin is er. Zo, hier zo ergens in Benidorm heb je Leroy Merlin. Leroy Merlin, dat is een bouwmarkt eigenlijk. En die zit helemaal op het randje van Benidorm Poniënt. Zoals je ziet, ze hebben ook een e-mailadres. En ze hebben hier zo echt alles. Online ook, ongelooflijk. Dus Leroy is... Ja, kerstspullen die zijn er ook al. Christmas stuff and everything. Unbelievable. It's a big store. It's something comparable as what we have in Holland, like Gamma or Praxis. Yes. Oh, yeah. Yeah. Ja, zeker. Nice Christmas trees. Also in white available. Wow, en ik heb een schroefje nodig om een deur te fixen. Ongelooflijk. Ik weet het niet. Ik zeg net, hier zo, dan heb je allemaal schroefjes, ringetjes in dit gangpad. En je zoekt je eigen helemaal klem. Ongelooflijk. Ik denk dat ik hier moet zijn. Pluggen, schroeven, alles. We gaan eens even kijken of we wat kunnen vinden. Ja, we gaan door de smalle straatjes. We zijn zojuist naar de bouwmarkt geweest en nu rijden we door de smalle straatjes van Poonlop. Poonlop, dat is ook een plaatsje bij Benidorm. Of van Benidorm, een gemeente Benidorm. Maar ja goed, hier zit een trappetje in het midden. En je moet er wel een beetje kunnen rijden en niet te brede auto hebben. Ja, dan komt alles goed. Maar het is hier schitterend. Echt, we moeten hier zo gewoon een woning zien te huren. Ik doe vast dat er niks van links komt. Nee. Hallo. En dan even kijken. Je moet ook je goede rem hebben hier zo. Oh, je kan hier dus blijkbaar twee kanten op. Maar ik ga die kant op. Links. Rechts draaien is hier een beetje moeilijk. Zo, nou heb ik hier zo ringetjes gekocht en ik hoop dat ze goed zijn. Met deze ringetjes ga ik dadelijk gebruiken om in ieder geval de deur weer in orde te krijgen. Maar ja, op het Spaans is ook wat. Arimhof, zo, daar ben ik weer. Ik had natuurlijk even moeten filmen hoe ik die deur gemaakt had. Maar ja, dat heb ik niet gedaan. Dus nu heb ik die deur gemaakt bij die kennis en heb gelijk afspraken gemaakt om de rest van zijn, in ieder geval zijn talent, invalide talent te realiseren en nog iets boven te verbouwen. Maar ik heb ondertussen ook gereageerd op een makelaarsfunctie, maar dat is alleen wel iets meer naar het zuiden, dat is ongeveer op de hoogte van Malaga. Even kijken wat eruit komt. Het is geen volledige baan, maar we gaan gewoon even kijken. Want dus even kijken of dat een beetje bevalt, hè? Het stilzitten. En ondertussen even naar de kapper geweest, hè? Ook duidelijk te zien. Dus ja, dat is een lekker fris, kort koppie. En je verwacht hier zo aanstaande woensdag of zo 23 graden, dus dat gaat vast helemaal goed komen. Ja, ik sta nu in de keuken, even bezig met eten. Het is vanavond Diwali natuurlijk, hè? Dus, ja, dan moet je een beetje improviseren als je op vakantie bent. Dus goed, veel licht aan en natuurlijk dia's of wat dan ook, ja, die zijn hier niet zo makkelijk te verkrijgen. Dus ja, wat ga je dan doen? Dan ga je toch met ghee maar iets in elkaar flansen, zodat je toch overal lichtjes hebt staan. Dat is leuk, gewoon ongezellig, leuk. Oké. Dat is eigenlijk wel wat ik voor vandaag weer te vertellen heb. Dus we gaan morgen kijken wat voor avonturen we morgen weer mee gaan maken. For today, that's it. I repaired the door.
And now I'm preparing dinner, and it's Diwali. So I want to say happy Diwali for all of you, and see you tomorrow. Bye-bye.